Goedenavond allemaal van harte welkom bij weer een online uitzending, de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Allereerst voor iedereen namens het hele team van het Alzheimercafé Venray de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Vanavond, zoals gezegd, zijn we weer online. We zitten weer, zoals u wellicht wel kunt zien, in de bibliotheek van Venray. Samen met Katrien heb ik vanavond te gast Suzanne Willems en zij komt praten over haar boek Het huis in je hoofd. Suzanne, Hallo. van harte welkom. Dankjewel. Welkom. Vertel eens even iets eerst over jezelf als je wilt, zodat de mensen je een beetje weten wie ze, wie ze zien. Wie ze zien, nou, nou ja, mijn naam is Suzanne. Um, moeder van drie zonen, inmiddels puberkinderen. Um, ben werkzaam in het Maasziekenhuis, als, uh, op de afdeling Medische Psychologie. En um, heb een, ben ex-mantelzorgster. Uh, mijn moeder kreeg op jonge leeftijd uh, de diagnose Alzheimer. Jonge leeftijd wilde zeggen onder de 65 jaar. En mijn kinderen waren toen heel klein. Dus um, ik heb hun, hen proberen uit te leggen middels tekeningen van uh, wat gebeurt er En uiteindelijk is er uh, ja, mijn boekje van gekomen: Het boekje met het met een mooie titel en ook wel intrigerend vind ik het huis in je hoofd. Het boekje is dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, uh, uh, ontstaan naar aanleiding van uh, het uh, ziekteproces van jouw moeder, um, en het is eigenlijk bedoeld als het ware voor jouw kinderen. Nou, het, ik, ik had in eerste instantie alleen de tekeningen, zo heb ik het mm -hmm. mijn kinderen uitgelegd. Um, en toen mijn moeder overleed kwam ik weer aan die tekeningen. Ik denk ja, ik ik kon toen de tijd niks vinden waarin ik ze duidelijk uitgelegd kreeg van wat mijn moeder had. Uh -huh. uh, en toen besloot ik van, nou ja, als mijn kinderen iets aan die tekeningen hebben gehad, misschien zijn er wel meer uh, kinderen of andere belangstellenden die iets met die tekeningen kunnen. En ja, toen is eigenlijk het idee van het boekje gekomen. En, en een vriendin van mij is heel handig met de computer. Ik zei, wil jij me dan niet helpen? En zo is balletje gaan rollen. Het leuke ervan is van uh, als je kijkt naar het huis in je hoofd, uh, dan geef je echt uitleg over ja, wat is eigenlijk dementie. Hè? En de hoofdpersoon is het stuur. Ja. Kun je daar wat van vertellen? Nou, ik ben eigenlijk uh, een beetje uh, geprobeerd in het boek uit te leggen uh, welke gebieden uh, in je hoofd waarvoor zijn. En de voorkant van je hoofd, dus je planningsgedeelte, het. het ja, en toen bedacht ik planningsgedeelte hoe leg ik dat het beste uit, zodat je ja, het deel organiseert, uh, hoe je het op volgorde doet. Mm -hmm. Ik denk, nou ja, met een stuur stuur je ook uh, 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 je dingen de, goed op de weg. Of, dus ik heb toen voor het plaatje het stuur gekozen. Ja. Nice. En dat geeft ook een heel duidelijk beeld, want dan je loopt als het ware door het geheel, hè? ruiken, proeven, bewegen, voelen, praten. Dat zijn allemaal die zintuigen wat we nodig hebben. Um, hoe gaat het dan verder in, in het boek? Kun je daar wat van vertellen? Nou betalen? ja, ik leg dus eerst uit um, uh, waar de gebieden. Of eerst leg ik. De, ieder gebied heeft in mijn boek dus een vriendje. Mm -hmm. En um, dat, met dat vriendje um, legt dus uit waar het zit en wat het vriendje doet. Mm -hmm. Dus in eerste instantie dan zie je een, een vriendje mond. Mm -hmm. Nou, het vriendje mond is er, dat je kunt praten. En dan zie je ja. een, een mond met een tong. Nou, het vriendje tong zorgt ervoor dat je kunt proeven. Nou, zo ja. heb je een vriendje oor voor te horen. Een vriendje spier voor te bewegen. En dan uiteindelijk uh, heb ik een tekening gemaakt van de hersenen. En daar staan ja. er plaatjes in. Ja. waar ze in je welk hersengebied ze zitten. Uh -huh. En dus ik leg in eerste instantie uit uh, hoe zit het een beetje in je hersenen. En dan leg ik uit van hoe werkt het dan, hoe kan het dat doordat zij samenwerken, dat je je dingen kan horen, zien, voelen, proeven, uh -huh. ruiken. Uh -huh. Dus hoe de samenwerking gaat, leg ik uit in het boek. Ja, dat staat ook allemaal heel mooi uitgebeeld. Hè? Zo mm -hmm. van uh, allemaal die lijntjes en dergelijke, van, uh, van A naar B als het ware. Mm -hmm. Voelen, ruiken, proeven, bewegen. Ja. ja. Met die lijntjes, dat zijn dus je zenuwcellen. Zenuw, ik, ik noem het draadjes in dit boek. Mm -hmm. Ik heb het ook een beetje in, in kindertaal geschreven, dat het begrijpelijk is. En nou, die draadjes lopen dus door heel je lichaam heen. En uh, zo komt het dus dat jij kan bewegen en zien en voelen en proeven en ruiken. Mm -hmm. En zo leg ik dus uit van, uh, hoe uh, werkt je brein? En daarna mm -hmm. leg ik dus uit, wat gebeurt er bij Alzheimer zodat het eigenlijk niet meer allemaal lukt zoals het behoort te gaan. Uh -huh. Dus je, je, je somt als het ware op van wat er eigenlijk niet meer goed lukt. Ja, dus ik eerst simpel uitleg hoe ja. werkt je brein. En dan uitleg wat gebeurt er dan als je in dit geval Alzheimer krijgt. Ja, uh, ja. 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 Dan, dan werken de draadjes. Niet meer goed? Nee, bij Alzheimer, je hersenen maken bepaalde dat is, dat is eiwitten aan, dus bij iedereen, maar bij Alzheimer wordt er te veel aangemaakt. en gaat dat op je draadjes, die, die eiwitten gaan op die zenuwen, op die draadjes zoals ik ze in het boek genoemd heb zitten, maar ook op de, de kamertjes, de gebieden van die, van die vriendjes. En dan gaan de zenuwdraadjes kapot en als die zenuwen of die draadjes kapot zijn. Dan kan er geen uh, berichtje meer doorheen en kan uh, ze boven, dan kunnen in mijn metamorfose, dus de vriendjes okay. niet met elkaar praten of in ieder geval niet communiceren. En dan komt de boodschap niet door en dan lukt iets niet meer. Ja. Of als het draadje uh, er nog wel zit, maar helemaal vol, uh, dan lukt het soms wel en soms niet. En dat is vaak ook wat je ziet, soms lukken dingen nog wel en soms lukken dingen niet. En dat verklaart dan voor jouw kinderen dan in eerste instantie... maar nu misschien voor heel veel mensen... Uh, waarom uh, het, het proces van uh, dementie uh, soms zo lastig te begrijpen is. Ja. Ja. Hebben jouw kinderen uh, daar veel aan gehad als ze daar zo nu ook op terugkijken? Ja, eigenlijk zeggen ze er niet zo heel veel over. Maar naar na mijn idee wel. Ze zijn altijd nog meegegaan naar oma. Want uh -huh. naar hun oma dan, mijn moeder... Mijn moeder riep nogal, uh, nogal, veel. Ze was heel onrustig. En um, ondanks dat ze riep en begrepen ze door middel van mijn uitleg van oh ja, yeah, daar kan ze niks aan doen. En uh, bleven ze meegaan. Ja. En ik merkte wel dat het druk was, drie kinderen om heen. Maar mm -hmm. ik merkte ook dat ze het fijn vond. Want dan kreeg ik heel even die glimlach, even ja. zo van oh, het is goed. Ik had ook echt het gevoel dat ze dacht van nou. Dit, is, dit hoort bij mij, ja. dit is van mij. En uh, al was het al even voor dat moment, dat was voor mij al dat ik denk van ja, fijn. Ja. Dus uh, ja. Is dat jouw jouw drijfveer eigenlijk ook geweest om die tekeningen zo te maken, zodat jouw kinderen um, ja echt ook het contact met oma bleven houden? Ja, ja. En dat is goed gelukt. Ja, ja. Want je bent, uh, je moeder is overleden en nadien heb je het boek uitgebracht. Ja. Wanneer is je moeder overleden en wanneer heb je het boek uitgebracht? Mijn moeder is overleden in december, na, net voor de kerst in 2016. En ik heb het boek uitgebracht in november 2018. Um, ik kwam die tekeningen weer tegen en. Um, ik had al langer wel het idee, daar moet ik iets mee of daar wil ik iets mee. En um, ja, van het ene kwam het ander. Um, mijn collega's hielpen met de tekst. En um, mijn tekeningen had ik al. En een vriendin van mij zei van, oh, mm -hmm. ik kan ben goed met de computer. Die heeft ze mooi digitaal voor mij gemaakt. En zo vormde zich het boekje. Dus het is eigenlijk... Ja, op een hele leuke manier gegaan. Ja, want ik zag al dat het uh, de vierde druk was. Hè? Ja. Dus uh, is dat uh, op eigen gelegenheid uitgebracht? Of heb je nog een samenwerking daarin? Met, uh... Nee, nee het, het is op eigen gelegenheid uitgebracht. Meer ook omdat ik een deel van de opbrengst schenk aan uh, de, de stichting uh, Alzheimer. Alzheimer stichting, ja. Oh, mooi. Ja. Uh, en ik dacht van nou als ik het bij een uitgever doe, want ik had her en der wel wat rondgevraagd. Maar dan uh, gaat er best dan wel wat van af voor die uitgever. Dan denk je, ja, maar dat is niet mijn bedoeling. Mijn ja. bedoeling is om het potje van de Stichting Alzheimer Nederland te spekken. Want ik wil dat er iets van medicijnen komt voor ja. die, ja, zal maar zeggen, rotziekte. Ja. Wat me ook opviel is van, ik heb hier nog een ander boek liggen, een willekeurig boek. Mm -hmm. te meer omdat we hier in de bieb zijn. Hè? Dus er zijn heel veel uh, kinderboeken ook uh, die gaan over uh, ja, opa, oma die dementie hebben. Maar daar staat nergens echt uitgelegd van hoe het in het brein werkt. Hè? En het stuur, zoals je dat in het huis in het hoofd, uh, ja, die geeft dat heel duidelijk aan van de processen die er afspelen. Dus dat vond ik wel een, een eye-opener, laat ik het zo zeggen. Dat is ook de reden dat ik het gemaakt heb. ik ja. kon het toen nergens vinden. Mm -hmm. En ik heb die andere prentenboeken. Zijn hartstikke mooi. Absoluut. Maar ja. er stonden ook dingen in. Vooral voornamelijk. Uh, oma vergeet. Uh, of, of oma of opa. Net wie dan in dat boek. Die vergeet wel eens mm -hmm. heel veel. Of, uh, mm -hmm. Maar bij mijn moeder begon het niet altijd. Begon het niet meteen met het vergeten. Mm -hmm. Of met het geheugen. Dat ja. ik denk van. Nou, daar is het niet helemaal. Maar bij jong dementerende is het beeld. Vaak toch wel net iets anders mm -hmm. dan mensen die wat ouder zijn en het gedrag situatie. verandert vooral. Ja, ja. Juist. Ja. Dus eigenlijk heb je heel veel uh, profijt uh, van het werk wat je doet. Ja, ja anders ja. had ik dat boekje denk ik ook niet kunnen maken. Nee, nee. mooi. Ja. Hey, en het is geschreven, of eigenlijk de tekeningen waren bedoeld voor jouw kinderen. Um, het is ook in, dat zei je net in een beetje kindertaal uh, geschreven, dat het uh, um, uh, makkelijk te begrijpen is. Maar volgens mij wordt het door veel meer gelezen als, en gebruikt als alleen maar bij kinderen. Ja. Want het is echt uh, super helder en uh, duidelijk. Ja. Heb je voorbeelden van waar het boek allemaal uh, voor ingezet <laughs> wordt? Instellingen van verstandelijk beperkte. Mm -hmm. Op de huisartsenpraktijken ligt het uh, gewoon in de wachtkamer. Uh, oudere verpleegkundigen die het meenemen, die begeleiden mensen tijdens het proces. Hè? Mm -hmm. uh, wij noemen het oudere verpleegkundigen, anderen noemen het case managers. Ze hebben allemaal iedere keer een andere naam. Maar mm -hmm. uh, zij nemen het wel eens mee om aan de persoon zelf uit te leggen van wat ze hebben. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat zijn wat voorbeelden. Ja. En ik denk dat, uh, de, dat dat ook kan omdat het met zoveel uh, respect en helderheid is geschreven. Het is niet. Kinderlijk gemaakt. Het is wel een eenvoudige taal, maar het is echt een heel helder uh, boekje. Dankjewel. Ja, ja. He, dat klopt. Katrien um, vroeg daarnet al uh, uh, aan jou uh, um, in relatie met je werk, zeg maar. Je zei van: goh, ik, kan, ik heb dit kunnen doen met name uh, door mijn werk. Um, maar je gaf uh, uh, straks in ons gesprek ook wel aan. En dat is, was ook wel lastig in het begin, jou, juist jouw werk en met het proces van jouw uh, moeder. He, omdat je begint te twijfelen, zeg maar juist, je herkent dingen, maar zie ik nou niet teveel juist. Ja. Ja. Lijkt me lastig geweest. Was het ook, ook heel confronterend. En vooral in de beginperiode, toen wisten we nog niet wat er aan de hand was. Ja. En toen dacht ik, nou, dat kan niet zijn en niet bij mijn moeder. En ik zie het niet goed en ja. heb ik het weggestopt. Nou, uh, uh, pas een aantal jaren later kwamen we erachter dat het wel is. Want het werd eerst op depressie gegooid. Omdat ze toen ze de eerste klachten kregen, ongeveer halverwege 50 was. Toen wisten we dus nog steeds niet dat het Alzheimer mm -hmm. was. En, maar ook tijdens het ziekteproces, toen het al verder was en wij wel wisten wat het was, waren de dus sommige momenten wel heel confronterend. Mm -hmm. Dat ik ook menige keer uh, zelf zat: van, Oh, nu moet ik even slikken. En even rustig blijven. Ja. Ja. ja, dan kan het voordelen hebben dat je daar bekend mee bent. En is het ook tegelijkertijd lastig en confronterend ja. wat je ja. zegt. Ja. Ja. Is er nou zelf nog iets wat jij wilt aangeven naar de mensen die hier naar de uitzending kijken, naar aanleiding van jouw boekje? Nou, wat ik eigenlijk op de laatste bladzijde ook heb aangegeven: wat ik merkte um, in het proces, is: ik kom uit een heel klein dorpje. En ik merkte ook dat mensen op een gegeven moment, en zeker toen mijn moeder niet meer kon lopen en in een rolstoel belandde, dat mm -hmm. mensen het moeilijk vinden om de persoon aan te spreken. Mm -hmm. Want ook de taal ging achteruit. Ze mm -hmm. konden ook niet meer de juiste woorden vinden of ze zei iets wat totaal niet uh, op die vraag aansloot. Mm -hmm. En kijken mensen gek en dan weten ze niet hoe, goed hoe te reageren. Dus dan werd ze eerder ontweken. Mm -hmm. En um, dat vond ik heel jammer. En dat ik denk van ja als iedereen nou een beetje weet hoe het zit en snapt van die persoon kan er niks aan doen, maar vindt het even goed, wel fijn als ze aangesproken worden. Mm -hmm. de, dus ja, ik, wat ik eigenlijk aan wil geven, en dan geef ik in het boekje aan: blijf de personen benaderen. Ze vinden het fijn als je komt. En is de persoon, in, dat geef ik ook aan in het boekje ook naar de kinderen toe um, van iemand in je buurt die dit heeft, dan mag je best wel eens boos of verdrietig om zijn. En die persoon zelf zal ook heus wel eens boos en verdrietig zijn en kan vervelend reageren. Maar we kunnen er allemaal niks aan doen. En probeer er alsjeblieft het beste van te maken. Ja, want het overkomt je. Ja. Het is een rouwproces. Ja. En dat is ook wel wat je inderdaad eh, achterin eh, mooi omschrijft, hè? Um, dat stuk. En dat het ook inderdaad gaat, blijft vooral in het hart. Hè? Ja. Dat je de aandacht eh, geeft aan de persoon in kwestie. Ja, zeker. Ja. ja. Ik heb eerlijk gezegd, even niet meer iets te vragen. Jij nog iets, Nicole? Want ik vind het heel, heel helder en duidelijk. Net wat je zegt, met respect is het geschreven. Ja, nee. En je kunt het... Ik ben zelf trajectbegeleider. Mm -hmm. um, maar dit kun je inderdaad heel goed gebruiken. Want het is niet kinderlijk. Maar het is precies wat jij ook aangeeft. Het is helder geschreven. En het geeft en verwoordt heel duidelijk van... Uh, ja, wat gebeurt daar in het hoofd? Hè? En dan is het wel heel zwaar gericht op Alzheimer. Mm -hmm. Maar goed... In verhouding met andere uh, processen van dementie, hè, andere vormen van hmm. dementie, kun je het in feite ook meenemen. Ja, ja. ja. De, de, Ik heb wel een vraag: hoe is de geriater hiermee omgegaan? Want daar werk jij nou mee samen hè, met de psychologen, want die zullen daar toch wel uh, ja hun nou, profijt ook aan hebben de, uh, of niet? De psychologen hebben. Ik had de tekst geschreven en uh, toen heb ik gezegd: willen jullie hem voor mij? Uh, goed nalezen en misschien zijn er nog tips en leuke dingetjes. En ook de kinderpsycholoog had ik een vraag van: Kijk eens heel eventjes met mm -hmm. me mee. Uh, spreek ik zo de doelgroep ook aan? En de geriater had ik pas het boekje gestuurd. Of ja, de, de, het was nog niet gedrukt. Had ik mm -hmm. gestuurd, had ik nooit iets gezegd. Ik zeg wel eens even kijken of het wat is. Nou, ze was super enthousiast. En de eerste reactie was. Gelijk naar de drukker, jij. Ja, dus, Schoon, dat uh, is goed. ja, ja mooi. Ja, ja, ja. Dus, uh, ja. 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 Nou, dan, dan geeft dat wel aan van, uh, dat je echt wel een, uh, iets hebt aangeboord wat mensen verder kan helpen. En vooral de kinderen, hè? Ja. Want daar heb je het uiteindelijk gedaan voor je eigen kinderen. Maar je helpt uh, meteen heel ja, iedereen mee, eigenlijk. Hè? Ja. Dat was eigenlijk ook mijn insteek. Ja. Het is mooi als je een uh, proces wat uh, ook heel veel verdriet heeft gekend op deze manier om kan zetten in iets betekenisvols. Hè? Dan blijft uh, daarmee ook, um, ja, sowieso de uitleg is heel helder, maar dan, daarmee blijft ook het hele proces zeg maar, van jouw moeder ook gewoon um, erkend. En mm -hmm. uh, ja, dat is mooi. Ik kan me voorstellen dat jouw uh, gezin trots op je is. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Ook al zijn ze puber, want dan ja. is het toch altijd wel wat ah, anders. <laughs> ja, ja, dat klopt. Ja. Dat komt vast nog Mooi. wel een keer ja. tot uitdrukking. Ja. 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 Suzanne, nou hebben we het, het huis in je hoofd helemaal besproken. Maar waar kun je het krijgen, kopen, bestellen? Nou, het is te bestellen via uh, mijn website www.hethuisinjehoofd.nl Maar het is ook te koop in meerdere boekhandels in Nederland en België. Zijn er nog dingen die jij graag nog wel ja. aankaarten? Nee. Iedereen moet een boek eigenlijk gaan lezen, toch? Juist, precies. <laughs> <laughs> ja. Plus nou, nou... daarmee, uh, als je het koopt, gaat echt een deel naar de Stichting Alzheimer Nederland. Prachtig. Dus het, uh, ja. Ja. Ik, ja, mijn motto is, of mijn doel is eigenlijk, maar ja, dat is ieders doel als ze uh, ziek worden, iets vinden dat, dat het. Uh, te genezen is, want ja, nu is er niks en er is wel nee. iets om het te kunnen remmen, ja, maar ja, niet ja. om het te genezen. Nee, nee. Dus, uh... En het aandacht hebben voor de mens komt hier ook weer ja, heel, duidelijk dat in voorhoor, heel ja. En, um, ja, Dat vind ik heel belangrijk. Ja, dat vond ik ook. Dat ik denk van, nou, als er wat meer begrip is, als het uitgelegd is, kunnen ze het waarschijnlijk ook beter begrijpen mm -hmm. en dan is het ook misschien makkelijker om de mensen te benaderen. Ja, ja zeker. Dus, uh... Ja, dus kopen is het beste. Daar profiteert ook de Alzheimer Stichting van. Ja. En als dat biep. niet is, dan. De Biep, hè? Kijk maar, ja. is van de Biep. De Biep en ja. Van ja. heeft het boek. Uh, Legio, ook. want we hebben hier die dementiek, hè? Maar daar hebben we het de vorige keer al over gehad. Hebben we al uitleg gegeven. De Marga, die hier werkzaam is, die heeft dat uitgelegd. Maar ja, hier zijn de nodige kinderboeken ook te krijgen, hè? Waaronder het huis in je hoofd. Nou mooi, ja. Nou, Suzanne, hartstikke dank voor je aanwezigheid. Namens het Alzheimer Team wil jij heel hartelijk danken. Dank je wel. Um, en misschien is dit ook wel een goede gelegenheid om uh, Joke naar ons toe te roepen. Ja, mensen. Uh, aan het begin van dit nieuwe jaar 2022... Uh, vind ik het toch fijn om heel even met u terug te kijken wat we afgelopen jaar hebben gehad. We hebben namelijk een heel wisselende caféavonden gehad... Met live gefeest, maar ook veel opnamegefees. Uh, we hebben ons jubileum gevierd. Gelukkig komt dat live in uh, november. En daar hebben we een heel mooi boekje hebben we daar uh, uitgegeven op die avond. Met mooie gedichten, verhalen om nooit te vergeten. En uh, ik denk dat het goed is dat we ook even denken aan het team wat hier altijd om ons heen verzameld is. We zijn met 15 mensen. Jullie zien meestal maar twee mensen, maar we zijn met een team van vijftien mensen die heel betrokken zijn. En uh, namens hen en allemaal die hier vanavond zijn, wil ik u allemaal de beste wensen toewensen. Een heel gelukkig jaar en we hopen elkaar heel snel te zien in het café. Hopelijk in februari al. Dan hebben we namelijk het thema Ondersteuning thuis met twee gastsprekers: Home in en Saar aan Huis. En uh, we hopen echt dat we dan elkaar weer live kunnen ontmoeten. Maar tot die tijd wens ik u alle groets. Met hele lieve groeten van ons allemaal, het hele team. En dankjewel voor het kijken. Nou, een proost op iedereen. Proost op het nieuwe jaar.